Hallo allemaal, Daniel de Groot hier van HVBE. In deze video ga ik jullie nog een belangrijke techniek uit de warming-up laten zien en dat is de achterwaartse schouderrol. In de vorige video hebben we al gekeken naar de voorwaartse schouderrol. Klik op de link in een van deze twee hoekjes als je die nog niet hebt gezien. In deze video gaan we kijken naar de achterwaartse schouderrol. En die is eigenlijk nog iets makkelijker dan de voorwaartse schouderrol. In ieder geval, voor mij was die makkelijk om te leren. Dit is wat je doet als je naar achter valt, maar met meer impact dan dat we bij de vorige video hebben besproken bij de achterwaartse fallback. Dus als er veel impact is, kan je ook naar achter rollen om nog meer van de impact te verspreiden. We beginnen zitten. Okay? Dus ik ga zitten op één loop. Aan die kant neem ik mijn voet naar mijn billen toe. En de andere voet zet ik plat op de grond. Dus ik heb één voet dichtbij en de andere voet staat wat verder weg. Met die voet die plat op de grond staat, zet ik mezelf af. Dus ik maak mezelf klein en rond. En dan rol ik van mijn linkerheup naar mijn rechter schouder. Ik laat hem zo vanaf een andere hoek zien. Daar. Linkerheup, rechter schouder. Als je goed oplet, zag je dat mijn nek en mijn hoofd de mat niet raken. Het gaat volledig over mijn schouder. Zo kan ik mijn hoofd vrij houden en kan ik veel impact op mijn hoofd vermijden. Een keer. Zitten. Spuiten naar achter. Mijn hoofd raakt de mat. Als dat eenmaal goed gaat vanaf die zittende positie, dan kan je hem ook met meer impact gaan doen. Dus dan kan je hem ook vanaf staan. Dus je begint daar weer dus bij het achterwaartse valbreken. Alleen in plaats van dat je nu stopt, als je op je rug ligt, rol je nu helemaal door. Dus vallen naar achter. En rol helemaal door. Oké. Maak jezelf klein, maak jezelf rond, kin op de borst en rol over je schouder. Als dat allemaal goed gaat, dan kun je het nog iets moeilijker maken, althans extra stapje toevoegen, waardoor het nog realistischer is. Je rolt en je zorgt dat je gelijk je voet weer voor je zet, zodat je weer weg kan bewegen van je eventuele tegenstander. Dus nog een keer, we rollen en we zetten die voet weer voor ons, zodat we gelijk weer onszelf kunnen verdedigen. Dat is de achterwaartse schouderrol. Dus nu ken je eigenlijk heel veel valbreken al. Je kunt naar voren, je kunt op twee manieren naar achter, waardoor je een stuk veiliger bent. In de volgende video gaan we kijken naar een zijwaartse valbreek, zodat je eigenlijk elke richting op kan vallen. Wil je nou meer leren over beginnen met BEE, de techniek uit de warming-up, submissies, posities, download dan nu mijn gratis e-book, Beginnen met BEE. In dat boek leer je eigenlijk alles wat je moet weten om goed te kunnen beginnen met BEE. De link staat in de beschrijving beneden. Mocht je dit nou een goede video vinden, laat een like achter, een comment en subscribe op het kanaal. Dan zie ik je.